over erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. En de speech begon. De speech begon met ik durf het woord racisme niet in de mond te nemen. En ik denk dat we een hele lange weg te gaan hebben als het land Nederland wat ja, apartheid heeft geïnstalleerd in heel veel landen. Ja, dingen waar we nog steeds mee te dealen hebben. Ja. Dat we daar niet eerlijk naar kunnen kijken. Want als we het echt willen hebben over helen en verbinding, dan kunnen we dat alleen als eerlijk wordt gesproken over de geschiedenis. Alleen dan kunnen we verder. Okay. Als we echt samen willen en als we echt willen verbinden, dan moeten we de geschiedenis ook echt in de ogen durven te kijken. Ik deel bijna al je foto's en alles wat er gaande is voor jou. Ik ben een goede strijder, laat ik zo zeggen. Daarin heb ik wel binnen mijn eigen familie heel veel mensen zeggen van hey, doe dat nou even niet. En vooral mijn moeder is heel erg zorg. Wil je alsjeblieft het oproepen? Mijn moeder zegt, doe even, maak je niet druk. Hoe heet je? Mag ik mama zeggen? Lula mag je zeggen. Mama Lula. Ik hoop dat u trots bent op deze moedige zoon die u heeft voortgebracht. Een zoon die het lef heeft en de moed heeft om op te komen en te strijden voor het goede. U mag trots zijn. Ik hoop dat u hem zal supporten. En zelf ook 15 maart 2017 uw moed zal tonen door de juiste stem uit te brengen. Maar in ieder geval, bedankt voor deze gozer. Super bedankt. Dag, African descent. Ik ben zelf African descent. Ik kom uit Marokko. Wat mij opviel aan de hele programmering, alle panels, over de gehele dag, is dat er bijna niks over Noord-Afrika in zit. En als we het hebben over inclusiviteit, Algerije, Egypte, Tunesië, Marokko, kun je niet zomaar uitsluiten. We hebben het hier over uitsluiting. Ik vind dat een punt van kritiek voor de organisatie vanuit het ministerie. Want daar spelen een heleboel zaken, zoals persvrijheid, LGBT-rechten en mensenrechten in het algemeen. Waarom? Jammer, ik mis de kans. Ja, dankjewel. Goed. Vandaag, wat betekent African descent voor jou? Jeetje, wauw, dat is wel even een hele open eerste vraag, maar wel een hele belangrijke vraag. Ja. Want wat het betekent is inderdaad, de drie pijlers zijn natuurlijk belangrijk, hè? Gerechtigheid, erkenning en ontwikkeling. Ja. Dat zijn de drie pijlers van de decade. Maar voor mij, vooral vandaag in Nederland, betekent het voor mij ook Celebrating ja. Black Excellence. Ja. Daar twitter ik ook heel veel over. Want natuurlijk, hè, er is nog een lange weg te gaan. We zijn er nog niet. Als je kijkt naar de cijfers, lopen mensen van Afrikaanse komaf overal ter wereld enorm achter. Ja. Terwijl als je kijkt naar de kracht en de vitaliteit en het talent van mensen, hè, van zwarte mensen, van people of African descent, hebben de wereld zoveel gebracht. Ja, zeker. Ja. Kunst, cultuur, muziek, de lijst zijn eindeloos. Burgerrechtenbeweging, noem maar op. Ja. Maar ik ben heel gepassioneerd erover. Heel gepassioneerd erover. Dat vind ik mooi. Maar ik ben gewoon een gepassioneerd mens. Ja, ik denk over alles. Ja. Maar goed, vandaag vieren we dat dus ook. Dus we hebben het erover. We hebben het over erkenning. We hebben het over gerechtigheid. We hebben het over ontwikkeling. Maar we vieren het ook. Ik wil graag iedereen bedanken voor het event voor vanavond. African Descent voor het organiseren van deze avond. Dat was fantastisch. We gewoon een hele fantastische dag gehad. Ja, ik heb hier echt genoten. Fantastische mensen gezien. Ik sign off met, als altijd, Love the View!